Steeds meer Nederlanders komen in de knel door de hoge benzineprijs. Als je vandaag naar de pomp rijdt, dan zal het bekende prijzenbord zo'n €2,30 aangeven. Dat is 30 cent meer dan in juli van dit jaar. Dat het pijn zou doen, die benzineprijzen, dat wisten we eigenlijk al. Maar dat het om een serieus grote groep automobilisten gaat, dat bevestigt de ANWB deze ochtend. Zij deden onderzoek naar, onder hun leden naar die benzineprijzen. En meer dan een kwart moet noodgedwongen bezuinigen om de prijs aan de pomp überhaupt nog te kunnen betalen, zeggen zij. Minder op vakantie, minder andere uitjes, goedkopere boodschappen, niet meer uit eten of het onderhoud aan die auto of aan het huis toch maar even uitstellen. Die benzineprijzen die stijgen 1 januari 2024 nog eens met 21 cent per liter. Het gevolg van een hogere accijns op en BTW op brandstof. En dus roept de ANWB nu op, net voor Prinsjesdag aan het kabinet, die supertax, doe dat nou maar even niet. U had het net al over, hè, dat burgers heel erg toch nog vertrouwen op dat de overheid hen helpt op het moment dat het minder gaat. Dit is natuurlijk een voorbeeld van, dat, ja, van iets waarin mensen graag geholpen zouden worden. Denkt u niet soms ook, misschien moeten mensen, vragen de mensen wel te veel van de overheid? Ja, dus, maar dat komt omdat de uitwisseling tussen wat mensen nodig hebben, dat wordt bijna nooit meer aan ze gevraagd. Wat een overheid geeft, is daar dus niet op aangesloten. En dan krijg je kortsluiting in die vertrouwensrelatie. Dus als je dat gesprek niet goed voert, hè, het lijkt een beetje soft gesprek, maar het gaat echt wel om de dingen, hè, die ertoe doen. Dus die brandstofprijzen. Je zou eens aan mensen moeten vragen, wat betekent dat voor jou? Ik kan je zo 10 voorbeelden noemen van mensen die daardoor in de problemen komen om, nou ja, bij hun werk te komen. Mensen in de sociale werkvoorziening, ik heb een aantal van die mensen gesproken, moeten met de auto naar het werk, krijgen daar 11 cent per kilometer voor. Nou, als je dus nu hoort wat die benzine gaat kosten, dan moet je ongeveer, en niet ongeveer, maar dan moet je letterlijk een krantenwijker bijnemen om de benzine voor je auto te kunnen betalen om op je werk te kunnen komen. Ik vind dat een overheid, de regering, de politiek, zich moet realiseren wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld in dit geval de verhoging van de brandstofprijzen. En dat kun je op een heleboel terreinen doen. En als je dus niet onder ogen ziet wat de consequenties zijn, je kunt uitleggen dat je begrip voor wat er gebeurt en wat je daar als overheid, als politiek op reageert, ja, dan gaat het fout. Ja, dus dan eigenlijk, als ik het zo mag samenvatten, zou u ook zeggen, afzien van die supertax, want het heeft hele grote gevolgen. Ja, het probleem is natuurlijk dat het is en de supertax en de energieprijzen de inflatie, dus ik wil graag dat er een eerlijk antwoord komt op waar mensen de komende tijd op kunnen rekenen. Dat zou morgen gegeven moeten worden. Mm-hmm. Wat betekent het dan voor het komende jaar? En wat moeten mensen zelf doen? En wat gaat de overheid voor ze regelen? Nou, zo...